trappist halen, denk ik. Als wij u vragen welk bier drinkt de gemiddelde Afligemmenaar, dan zegt u 9 kansen op 10 Afligem. Vreemd ook dat je in de cafetaria van de gemeentelijke sporthal geen Afligem kunt drinken. Wel Grimbergen, het kloeke trappistenbier uit de gelijknamige gemeente zo'n 20 kilometer verderop. De klanten van de cafetaria in Afligem kunnen zich er behoorlijk over opwinden. Want in het café van het Afligemse gemeentebestuur drink je toch gewoon Afligem. De brouwer die hier levert, heeft helaas geen Afligem bier in zijn gamma zitten. Dat is eigenlijk het probleem. Hoe hebben jullie dat over het hoofd kunnen zien? We zijn daar geen specialist in. Het was de eerste keer dat we zo'n ingewikkeld dossier deden. Deze mooie sportzaal en deze cafetaria. Daar komt heel veel bij kijken en we hebben er eigenlijk niet aan gedacht. Logisch bekeken, ja, vind ik dat wel erg. Dus zit hier in Afligem. Maar ja, dat ligt niet aan mij. Hoe reageert uw klanten daarop? De meeste toch negatief. Ik vind dat heel spijtig. Ja? En waarom? Het is normaal dat men in Afligem drinkt. Als gastgemeente lijkt dat nogal voor de hand liggend dat we hier trappist van eigen huis kunnen drinken. Denkt u dat in het gemeentelijke cafetaria van Grimbergen, dat er daar Grimbergen wordt geschonken? Of zouden ze daar misschien Afligem schenken? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Zullen we dat eens gaan checken? Wel, dat is een goed idee. Hallo. Collega, welkom in Grimbergen in de parel van Brabant. Dank u. Welkom. Hallo. Ik wou me eigenlijk eens informeren. Bij ons in onze sportzaal schenken wij abdijbier, maar het is Grimbergen abdijbier, geen Afligem. Ja, dat is Afligem. Dat is fantastisch eigenlijk. U vindt dat fantastisch? Ja. Jullie hebben hier ook een sportzaal? Ja, toch wel. Wat schenken verschillende ze daar? Sportzaal. Wat schenken ze daar? Ik ben ervan overtuigd dat daar Grimbergen geschonken wordt. Voor mij een Afligem, alstublieft. Sorry, dat heb ik niet. Dat heeft u niet. Dat is in Grimbergen, traditioneel, dat hebben wij Grimbergen. Oh, u heeft gelijk. Ja. De Grimbergen dan alsjeblieft. Grimbergen. En voor mij ook een Grimbergen. Zo hoort dat eigenlijk. In de gemeente waar je bent, dan moet je het streekbier drinken. Dus in Grimbergen, Grimbergen. Jullie hebben eigenlijk gelijk. Gezondheid, hè. Ik hoop dat die in orde komt. Ja, ik hoop het vooraf.